Glennis Grace, haar zoon en haar ex-vriend hebben zich in februari naar verluid ernstig misdragen in een Amsterdams filiaal van de Jumbo. Sterker nog, het zou zelfs tot een knokpartij zijn gekomen. Een van de Jumbo-medewerkers was pas na 2 maanden hersteld. En het lijkt erop dat Glennis hier niet makkelijk mee wegkomt. De Jumbo-medewerkers zien het namelijk niet zitten om een traject van mediation, conflictbemiddeling, te starten met Glennis, vertelt weekendbaas Bart Ettekoven aan de desk van Shownieuws. Wat vandaag eigenlijk duidelijk wordt is dat Glennis alle tijd heeft gebruikt om in contact te komen met de slachtoffers. Waarom dan? Zij heeft vanaf dag 1 aangedrongen op mediation. Dat had natuurlijk alles te maken met die rechtszaak die zij koste wat kost wilde voorkomen, maar dat is niet gelukt, want de vermeende slachtoffers hebben daar niet voor gekozen. Ze hebben te kennen gegeven middels hun advocaat niet bereid te zijn dat traject in te gaan. Glennis en haar advocaat zijn daar erg teleurgesteld over. Ondanks onze voortdurende inspanningen op verzoek van cliënten hebben de aangevers via hun advocaat laten weten dat zij niet openstaan voor mediation, reageert haar advocaat Kirem Kanatandes gevraagd. De Jumbo-slachtoffers willen gewoon die rechtszaak. Bart, de slachtoffers hebben te kennen gegeven niet te willen praten en geen mediation te willen. Die dringen dus echt aan op die rechtszaak en die gaat er gewoon komen. Op 26 oktober, zoals het er nu naar uitziet. Daar is de advocaat van Glennis totaal niet blij mee natuurlijk. Je kunt je afvragen wat de bedoelingen zijn van Glennis. Zelfs de poging om een mediation traject te starten kan haar namelijk al strafvermindering opleveren, vertelt advocate Natasha Harlequin aan de Shownieuws desk. Het zou natuurlijk ook best wel eens zo kunnen zijn dat ze echt heel graag met hen in gesprek wil. Een rechtszaak kon Glennis er in elk geval niet mee voorkomen. Ze besluit, de verdenkingen die er liggen tot nu toe, zoals het OM die geformuleerd heeft. Dat is toch wel wat. Daarmee geeft het OM aan, jongens, het uitgangspunt is wel dat we het ergens over moeten hebben ter zitting.